Hoi allemaal, welkom terug bij weer een verhuisvlog. We gaan weer van alles doen in deze vlog. De komende dagen staan namelijk weer allemaal dingen gepland. En zoals altijd ga ik jullie weer meenemen. Zoals je misschien kan zien, ziet het een beetje raar uit, dit standpunt. Want we hebben namelijk de make-up tafel gisteren verplaatst en het bed. Want eindelijk zijn de rolluiken er en zijn super cool en ik wil het graag zo eventjes aan jullie laten zien. Maar voordat ik het daarover ga hebben, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden, is maar één druk op die zwarte knop, is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in de vlog gaan duiken. Nou, ze zijn dus al eventjes wel weg hoor. Ze zijn vanochtend namelijk al gekomen om de rolluiken te installeren. We zijn gegaan voor zo rolluiken. Ze werken op zonne-energie, wat heel chill is. Ik moet zeggen, ik had verwacht, want iedere keer als er iemand langskomt voor het huis, dan zijn ze hier echt 2-3 uur. Maar een half uurtje volgens mij, het waren ze weer weg. Het was een man en een vrouw en ik moet zeggen, ze waren heel erg aardig. En daarnaast hebben ze echt 5 minuten ook gestaan bij de vlindermuur en allemaal daar vragen over gesteld. En ze vonden het helemaal prachtig en cool. En daarna zijn ze gelijk aan het werk gegaan. Maar we hebben dus alles een beetje verschoven in het huis, zodat die opgehangen konden worden. Maar het was wel echt iets waar ik zo naar uitkeek, want we wonen hier nu, wanneer ik het film, al een maand. Het gaat echt snel. Ook al voelt het nog helemaal niet alsof we hier echt wonen soms. Het begint wel telkens meer te komen. Als het telkens meer af wordt, weet je wel, dan krijg je ook telkens meer het gevoel alsof je hier woont. Maar waarom wij er zo naar uitkeken, we hadden zeg maar geen rolluiken en ook geen gordijnen. En met de studio is het zo op dit moment ook, wanneer ik dit aan het filmen ben. Als ik naar rechts kijk, heb ik ook contact met mijn buurman. Is echt niet zo fijn, moet ik heel eerlijk zijn. Want hij zit vaker te kijken van wat ben ik aan het doen als ik aan het filmen ben. Want ik snap dat het er natuurlijk een beetje raar uitziet. En daarnaast nog iets in de studio is namelijk dat het natuurlijk licht natuurlijk de hele tijd binnenkomt. En dat is super lastig met filmen. Zeker de manier waarop ik het doe. Als ik gewoon 1 video zou filmen, zou het niet zo vervelend zijn. Maar vaak film ik 4, 5 video's achter elkaar. Zeg maar de shoplogs. En die soort video's, mooie of zo. Je kent het wel als je mijn video's vaker kijkt. Maar als er dan natuurlijk licht binnenkomt, als het later op de dag wordt, wordt het donkerder of als het bewolkt is, is ontzettend lastig om mee te werken. Dus eigenlijk altijd, ook in het vorige huis had ik het dus helemaal dicht gemaakt, zodat ik zelf het hele licht kon creëren met alle lampen die ik in mijn bezit heb. Maakt mijn leven en mijn werk gewoon een stuk makkelijker. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga ze zo laten zien hoor, maar ik wilde heel even laten weten waarom. En in de slaapkamer voor ons is het ook echt ideaal, want Luc die werkt ook nachtdiensten soms en dan moet hij overdag slapen. En wat is dan fijner dat je de kamer helemaal donker kan maken. Die zullen waarschijnlijk merendeel gewoon dicht blijven. Hij staat op dit moment open omdat ik heel even dit voor jullie film. En ik wil ook heel even natuurlijk het rolluik aan jullie laten zien nu. Oké, dit wordt wel heel moeilijk zie ik nou door het licht. Maar als die dicht gaat dan kunnen jullie het wel goed zien. Ik heb hier zo de afstandsbediening, die zit nog in de verpakking. Wat ik heel grappig vind, want de verpakking zeg maar, je kunt hem alsnog nu zo gebruiken. Wat ik heel slim vond. Maar ja, het is dus gewoon, dit is echt super fancy. Ik heb wel, toen ik bij mijn pa woonde, ook een rolluik. Maar die moest je echt met zo'n ding, weet je, aan de muur naar beneden trekken. En deze werkt dus gewoon zo. Dus je klikt op de knop naar beneden. En dan, gaat hij gewoon naar beneden. Ik zal trouwens even de slaapkamerlamp hier aandoen. Dit is echt heel vervelend. Want, oh ja, zo. De camera heeft toch een beetje moeilijk mee. Maar hoe chill is dit? En als ik nog een keer, zeg maar, gewoon klik, dan stopt hij. Dus je kan hem ook gewoon zetten waar je wil. Maar als ik hem dus helemaal naar beneden doe, dan sluit ik gewoon helemaal af. En ik moet ook zeggen, hij is zo stil. Mijn vorige rolluik die ik bij mijn pa had, was dat ook absoluut niet. Je hoort wel licht gezoom, maar dat is het dan ook. Dan gaat hij hier zo beneden. Hoe noemde hij dat ook weer? In elk geval, hij sluit vast hieronder ergens in. Dus het is ook zo, als het heel erg waait of zo, kan er ook niks gebeuren. Dus ja, nu is het gewoon helemaal, als ik de lamp nu uitzet, het is gewoon helemaal donker. Ik ben er echt super, super blij mee. Dus dit gaat echt mijn werken alles zoveel fijner maken. Ook dat ik geen oogcontact meer hoef te maken met de buren als ik aan het filmen ben. Dus dit is echt top. En het werkt echt super, super goed. Dus dat is deze. En dan in de slaapkamer. Het bed staat dus nu echt even midden hier zo. In, gelijk als je binnenkomt. Ik sta het helemaal tegen de kast aan. Precies hetzelfde. Ik heb deze al een beetje half dicht gezet. Maar hoe geweldig is dit? Dit is toch geweldig met slapen, met mensen die naar binnen kunnen kijken. Dat heb je dan allemaal geen last van. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb zin dat straks ook Luc het kan zien, want hij is op dit moment werken. Ik denk dat hij ook heel blij gaat zijn, want dit is natuurlijk ideaal
als hij overdag moet slapen omdat hij nachtdienst heeft. Echt helemaal happy. Dus ja, die zitten erin. Echt heel, heel erg blij mee. Heeft even geduurd. We hebben er wel dus even een tijd op moeten wachten. 4 weken denk ik uiteindelijk. Dus het is wel heel fijn dat ze nu eindelijk hangen. En ik heb super veel zin om vannacht gewoon lekker te kunnen slapen. En misschien, heel misschien ook te kunnen uitslapen. Dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar dat lukt gewoon niet. Want rond 7 uur had ik gewoon zonlicht in mijn gezicht. En dan word je gewoon wakker automatisch. Dus ja, 7, 7:30 dat is volgens mij. Maar dan word je gewoon standaard wakker. Dus ik vind het wel heel lekker als ik ook een keer lekker kan uitslapen. Dan verder, wat ik sowieso weet wat ik morgen zal gaan filmen, is dat morgen komen de keukenmensen eindelijk. Dus ik ga jullie heel even mee naar beneden nemen. Als het goed is, is dat de laatste keer. Er is trouwens wel één ding wat ik heel graag eventjes wil zeggen over de keuken. In de vorige video hadden jullie dat hele dramatische proces kunnen zien qua de keukenmonteurs. En daar wil ik wel even duidelijk over zijn. Want sommige mensen die zeiden van, waar heb je dan je keuken gekocht? Ik zou er nooit bestellen. Laat het ons alsjeblieft weten, zodat we niet hetzelfde probleem hebben. Maar het ligt niet aan het keukenbedrijf zelf. Zeg maar, als jij je keuken ergens gaat kopen, andere mensen komen hem installeren. Dat heeft eigenlijk elk bedrijf. Tenzij ze natuurlijk heel, heel klein zijn. Maar Goergens, waar wij de keuken van hebben, is niet een vreselijk groot bedrijf. Volgens mij hebben ze 3 of 4 filialen hier in Nederland. En die hebben dan ook gewoon monteurs die hun inhuren om het voor ons te zetten. Dat staat zeg maar, ja, zijn 2 losse bedrijven. Dat wil ik wel heel even duidelijk hebben gezegd. Want met de vorige vlog was dat blijkbaar niet duidelijk. En de keuken zelf, de kwaliteit van de keuken, de kwaliteit van de apparatuur tot dusver, wat we hebben gebruikt, is echt super, super goed. We hebben alleen heel erg veel pech gehad met de monteur. Want die heeft het gewoon helemaal verpest. En die had al die problemen veroorzaakt. Als je geen idee hebt waar ik het over heb, dat is in een andere vlog voorbij gekomen. Water overal, elektrische dingen niet goed aangesloten. Kijk vooral die video. Het was echt een nachtmerrie. Super dankbaar wel natuurlijk voor die andere monteur die dat allemaal heeft gefixt. Maar ik wilde dit wel eventjes zeggen. Want het is compleet de schuld van het installateurbedrijf, zeg maar, waar de monteurs vandaan komen. En niet van daadwerkelijk het keukenbedrijf waar we de keuken hebben gekocht. Want tot dusver hebben we heel veel schrik van de keuken zelf. Dus ja, met dat gezegd hebben, gaan we even naar beneden. Ga ik even laten zien wat ze nog moeten doen. Nou, hier zo zijn we dan beneden bij de keuken. Ik moet zeggen, iedereen heeft zijn mening ook over onze keuken. Wij zijn er echt super, super blij mee. In de zin van, ik vind echt dat het prachtig is geworden naast de problemen met het daadwerkelijk zetten. De kwaliteit en hoe het eruit ziet, prachtig. De enige 2 dingen waar ze dus nog voor komen is hier zo, is een zijpaneel. Die stond verkeerd qua afmetingen op de tekening. Dus die hadden ze al gesneden en toen kwamen ze erachter dat die afmeting niet klopte. Dus hier zit helemaal zo'n, ja, gleuf tussen, zoals jullie kunnen zien. Dus als het goed is, komen ze met een nieuw zijpaneel. Nu bedenk ik me wel, die zouden dan vandaag moeten binnenkomen. Want het moet bij ons bezorgd worden. En ik heb nog niks binnen gehad. Dus dat is wel een dingetje. Want ze komen morgen daar al voor. En dan moeten wij natuurlijk wel de onderdelen hebben. Dat was de vorige keer ook al een probleem. Maar in elk geval, zijpaneel als het goed is. En de andere hier zo in dit kastje hebben we plankjes. En die zijn gewoon heel lelijk gesneden, zoals je kan zien. Ja, die monteur die hier is geweest heeft eigenlijk niet veel goed gedaan. Dus ja, dit moet gewoon opnieuw gesneden worden. En netjes, gewoon nieuwe plankjes in. Dus dat zijn de enige 2 dingen die nog moeten gebeuren. Verder, zoals ik al zei, ja, zijn wij er echt heel erg blij mee. We hebben er heel veel plezier van. Ik vind het ook super prettig dat ik op de bank kan zitten. En dat ik zeg maar gewoon contact kan maken met Luc of aan de bar zitten. Maar het komt wel echt, vind ik, helemaal samen zo. Het wordt echt heel erg mooi. Ik ga nu heel eventjes Luc appen, want ik bedenk me dus nu net over dat zijpaneel en zo, dat wij die onderdelen hier moeten krijgen de dag van tevoren. En dat is vandaag. En ik heb nog niks binnen. Oh, ik moet zeggen, ik ben er wel een beetje moe van hoor, de keuken. In de zin van, het wordt prachtig, de kwaliteit is prachtig, maar de installateurbedrijf en die onderdelen dingen, dat is echt zo'n gezeur. Ik ben echt heel dankbaar als dat klaar is. Want dit is nu al de zoveelste afspraak. Maar hopelijk komt het vandaag nog binnen. En zijn we er morgen vanaf. Dat zou heel erg fijn zijn. Dus ik ga sowieso morgen filmen of anders een andere dag wanneer we iets gaan doen. Maar dit was even de update die ik vandaag aan jullie wilde geven. Hi, ben ik weer. Ik weet al dat ik had gezegd dat ik het hierbij zou laten. Maar ik ging net wandelen hier zo. En ik bedacht me, ik heb nog helemaal niet gedeeld überhaupt hoe het nu gaat. In de zin van, ik film natuurlijk alles qua verhuisding en zo. Maar ik heb het helemaal nog niet gehad over hoe daadwerkelijk het verhuizen is. En dat wilde ik eigenlijk wel heel erg graag met jullie bespreken. Want ik voel me zo
goed hier. En dat, het is nog niet helemaal af. En we zijn nog heel druk. Maar momenten zoals bijvoorbeeld net, mijn werkdag was voorbij. En ik ging wandelen naar de supermarkt. En ik voel me dan oprecht blij. En dan denk je van, wel, wat maakt dat uit? En ik moet heel eerlijk zijn, het heeft echt... Ja, behalve als we zeg maar naar Disney gaan. Maar over het algemeen is het afgelopen jaar, 2 jaar, echt de meest... zware jaren geweest die ik ooit heb gehad. En ik heb me in die tijd dat ik gewoon thuis was en zo geen enkele keer echt blij gevoeld. Ik was echt hele lange periode depressief. Tuurlijk, dat gaat met vlagen en de ene dag was beter dan de andere, maar ik voelde me zo slecht daar. En zo'n moment dan als net dat ik ga wandelen om boodschappen te doen en ik voel gewoon oprecht dat ik blij ben. Dat is zo'n fijn gevoel. En ik besefte me ook op de terugweg van ik heb me zo lang niet zo prettig gevoeld. Ik heb geen zin om te emotioneel in deze video te worden. Maar door het virus en verhuizen naar ergens waar ik niemand kende. En vervolgens dus ook geen hobby's of dingen kon starten omdat dat ook niet mogelijk was toen. Ik ben toen echt heel depressief geworden. Het enige wat ik deed was overwerken zodat ik niet... alleen zat met mijn emoties en niet eenzaam voelde. En het was gewoon zo zwaar. En ik ben zo blij. Ik heb geen zin om te gaan huilen. Maar ik ben dichtbij. Dus probeer het in te houden. Ja, en dat momentje had ik net ook. En ik bedacht me, ik heb dat nog helemaal niet gedeeld. Want ik heb wel gedeeld hoe ik me al voelde in ons vorige huis. Bijvoorbeeld een van de dingen die me echt heel happy maakt. Het is nu gewoon... overal groen. Op mijn Instagram, als je me daar volgt, heb je het al gezien. Maar gewoon de omgeving hier waar we wonen is heerlijk. En ik heb dat zo gemist. Want overal waar ik heb gewoond zoek ik persoonlijk altijd de natuur op. Dat doet mij altijd heel erg goed. En Bambi vindt het ook geweldig hier zo. We maken hele mooie lange wandelingen. Heerlijk gewoon. Ik geniet er ontzettend van. Bambi geniet er ontzettend van. Haar kwaliteit van leven is ook ontzettend omhoog gegaan door waar we nu wonen. Daarnaast waar ik heel erg mee struggelde was dus ook dat ik niks meer echt buiten huis deed en alleen maar thuis alleen aan het werk was. En nu al 4 weken sport ik 3 keer in de week in de zin van echt wat ik ook leuk vind. Waarom ik het zo fijn vind is omdat ik zit de hele dag alleen te werken. En hoewel ik mijn baan geweldig vind en ook al kan ik heel goed op mezelf, als je dat de hele week doet, dat is gewoon eenzaam. En ik merk gewoon nu, vind ik het dan heerlijk om in de avond, als ik weet van, oh, ik ga bijvoorbeeld Zumba of ja, weet je, ik doe gewoon lekker mijn ding. Ik ga lekker dansen, ik ga lekker sporten, ik leer gelijk ook mensen kennen en ik ben ook gewoon onder de mensen, wat heel erg helpt. Dus ja, al die dingen zorgen gewoon voor dat ik het echt heel erg fijn voel. En de omgeving hier zo ook, want waar wij voorheen woonden moest ik echt 1 uur wandelen voordat ik iets van groen zag, zeg maar. En nu merk ik gewoon als ik buiten stap dat ik denk van, ah, oh, wat is het hier mooi, wat is het hier fijn. Dus ja, het huis is nog zeg maar in werkzaamheden en daar zijn we nog heel druk mee. Maar dat wordt natuurlijk ook heel erg mooi. Maar gewoon alleen al hier zo zijn, weer mensen, mijn mensen hier zo in de buurt hebben, mijn vriendinnen, mijn familie. De omgeving is prachtig en gewoon ook weer hobby's hebben en... ja, ik merk dat ik me zoveel beter voel al. Dus dat wil ik heel even delen, want ik heb dat nog helemaal niet gedeeld. Omdat we zo druk zijn geweest de laatste tijd. En ik merk nu, wanneer het iets minder druk wordt, omdat veel dingen natuurlijk ook alweer gedaan zijn. Ja, merk ik gewoon dat ik me echt zoveel beter voel. En ik denk dat het alleen maar meer gaat worden... hoe meer zeg maar het huis af is en straks weet je wel als we een badkamer hebben en als er geen mensen meer op bezoek hoeven te komen en dat de keuken af is en zo. Als dat allemaal is afgesloten en we elke kamer echt kunnen gaan inrichten en afmaken. Ja, ik vind het echt de beste keuze die we ooit hebben gemaakt. Luc heeft het trouwens ook echt ontzettend naar zijn zin hier. Hij zegt echt 2 keer per dag van oh, ons huis is zo mooi en dit is zo leuk en ja... ja, ik ben helemaal happy. Dus dat wil ik heel even delen. Want ik besefte dat ik dat nog helemaal niet heb gedaan. Dus bij deze, ik ben heel heel erg blij. Dan ga ik echt voor vandaag even stoppen met vloggen. En dan zien jullie mij morgen weer wanneer de keukenmensen komen. Ik heb trouwens de keukenmensen net gebeld. Naar het keukenbedrijf daadwerkelijk zelf. En ik heb gezegd van, we hebben nog geen keukenonderdelen binnengekregen. En zij zei, nee dat nemen hun mee. En toen zei ik, maar de vorige keer zei die persoon dat wij het moesten ontvangen. En dat hij niks mee had. Zij zei, nee, hun hebben het mee. Dus ik weet het niet, ik heb in elk geval gebeld. Maar het wordt dus even spannend morgen of ze het daadwerkelijk mee gaan hebben. Maar ik hoop het wel. Dan kunnen we ook het hoofdstukje keuken afsluiten. Hi, goedemorgen. Daar ben ik dan weer in dezelfde hoodie. Ik heb nog steeds het Green Room Horror
hoodie aan. Het is gewoon lekker comfortabel. Dus we dragen hem 2 dagen. Vandaag tot dusver, jongens. Oh mijn god. Echt iedereen is langsgekomen. Ik heb ook mijn nagels laten doen trouwens. Ik weet dat dit niet een normale vlog is, maar een verhuisvlog. Maar kunnen we even hebben over hoe cute mijn nagels zijn. De ene hand is Alice in Wonderland. En de andere hand is Winnie the Pooh. Ik heb ze speciaal laten doen voor Disneyland. Als je deze vlog kijkt, dan komt de Disney content er heel heel snel aan. Maar wanneer ik dit film gaan we bijna, zeg maar. Dus ik heb speciale Disney nagels laten zetten. Maar in elk geval, deze dag is echt chaotisch. De keukenmensen zijn geweest. Kea kwam, want we hadden nog steeds die afzuigkap van iemand anders. Die ze per ongeluk bij ons hadden bezorgd. Hebben ze eindelijk opgehaald, wat ook eventjes heeft geduurd. Dus dat was wel fijn. De keukenmensen had ik dat al gezegd. Mijn stiefvader met de badkamer. Dus dat kan ik zo ook aan jullie laten zien. Verder kwamen er ook mensen van de aannemer. Die hebben de temperatuurregelaar eindelijk voor mijn studio bezorgd. Waar ik heel heel erg blij mee ben. Wat wel heel vervelend is, we hadden ook een CO2 melder. En dat is wel heel grappig. Want wij hadden al een paar keer gevraagd van wanneer komt deze? Want we hebben zo'n gat in de muur zitten daarvoor. En hun waren echt zo, ja, weet niet. De hele tijd. Er wordt trouwens hiernaast geboord. Dus als je iets hoort. Op een gegeven moment kregen we echt zo'n mailtje van super vrolijk. Van we weten wanneer ze komen. En dan daarna stond er in februari 2024. Dat je echt denkt van oké, waarom ben je hier blij mee? Dat duurt letterlijk dus gewoon een klein jaar. Dus we hebben nu een dopje gekregen voor in de muur. Zodat er in elk geval geen gat zit. Maar we hebben geen CO2 melder. Wat wel echt heel erg irritant is. En op zich wel handig in een huis wat zo goed geïsoleerd is als deze. Maar oké, de keukenmensen zijn dus geweest. Dus dat wilde ik gelijk even aan jullie laten zien. Want dit ga je niet geloven. Of juist wel. Afhankelijk van hoe je het bekijkt. Namelijk, je ziet hier al een doos staan. Dus ik denk dat jullie al weten hoe laat het is. Het enige wat ze dus hoefden te doen, wat ik al met jullie had gedeeld, waren de plankjes en het zijpaneel. Nou, zoals je al kan zien, het zijpaneel is nog steeds zo. Het was echt, die man kwam en hij had dus allemaal dozen. En hij maakte het open en hij zei, hier zit het verkeerde in. Zeg maar, hoe bedenk je dit? Dit is echt al de 4e keer dat ze hier zijn geweest. En ik word er zo moe van. Dus hij had het zijpaneel niet. Dus toen was ik zo van, oké, wanneer dan wel? En toen was ze, ja, ik ga gelijk bellen, dit en dat. De vroegst mogelijke mogelijkheid is 3 weken van nu. 3 weken voor dit paneel. Waar we nu al, dit wordt dan de 3e afspraak die we maken voor dit paneel. Word er zo moe van. Dit is al letterlijk dus de 2e afspraak dat ze zeggen, oh ja, die hebben we niet. Een beetje vermoeiend kan je wel zeggen. Gelukkig was de jongen wel aardig hoor, maar ik ben er gewoon een beetje klaar mee, heel eerlijk. Wat hij wel heel mooi heeft gedaan, waar ik heel blij mee ben, zijn de plankjes. Naast dat hij het dus nu echt heel mooi en strak heeft uitgesneden, heeft hij van die clipjes nog extra hier zo achter gemaakt. Dat had hij vorige manier ook niet gedaan. Als je dan zeg maar iets hier opzette, dan kon hij naar achter kantelen, wat heel vervelend was. Dus dat heeft hij ook gedaan. Maar zoals je kan zien, het is ook echt gewoon heel strak nu gezaagd. En het ziet er gewoon netjes uit. Vooral omdat je echt omhoog kijkt naar dit kastje, is dat wel heel erg prettig. Maar ja, hij was er dus ook maar, ja, hoe lang zal hij zijn geweest? Ik denk een half uurtje om dat te doen. En hij verontschuldigde zich ook wel, want hij zei, ja, dit moet gewoon eigenlijk allemaal echt niet kunnen. Maar ja, dat zeggen ze de hele tijd en ze doen het allemaal. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Ik zie er ook vreselijk uit. Ik heb ook echt een puist op mijn lip. En het is echt de meest irritante plek die ik ooit in mijn leven een puist heb gehad. Ik vind het heel vervelend. Maar ja, we hebben dus dan wel nu een afspraak gelijk gemaakt voor die over 3 weken. En laten we hopen dat ze dan nu het paneel hebben. In de zin van, iedere keer is dat een van de dingen die ze moeten maken en iedere keer niet mee hebben. En vooral nu voelde het heel gek, want er waren maar 2 dingen die ze moesten doen. En alsnog hadden ze hem niet mee. Maar ja, dat daar gelaten. Ik vind het echt bizar de hele tijd. Maar laten we nu even kijken naar de badkamer. Want mijn stiefvader is er vandaag ook de hele tijd geweest. En die is wel echt lekker bezig geweest, wat heel fijn was. Want namelijk waren de tegels ook bezorgd. En daar zijn we wel heel blij mee. De kraan alleen nog moeten we even op wachten. De badkraan. Die komt volgende week binnen als het goed is. Maar ja, dat ligt ook gewoon op het schema. Dus hij heeft nu alles getegeld zoals je kan zien. Hier de grond. Die lag nog wel los, zei hij. Want dit is op metaal. Dit is zeg maar de gleuf waar het water in wegloopt van de douche. Maar daar moest hij speciale lijm voor hebben die op, wat zei hij, staal volgens mij hecht. Sorry als ik dingen verkeerd zeg. In elk geval, dit is nu helemaal getegeld. Dus alles is getegeld. Dat is wel echt heel erg fijn. Ik ben nog steeds ook
zo verliefd op deze tegel die we hebben gekozen. Ik vind hem zo mooi. Dus wat er nu nog gaat gebeuren, alle tegels zitten er dus in. Dit is ook al echt helemaal klaar. Dan zie je ook al dat de voegen erin zitten. Dat heeft dit gedeelte nog niet. Het muurtje niet. Dit niet, dit niet. En hij moet ook dit zeg maar allemaal gaan afkitten. En bij de nisjes. Maar dan maandag volgens mij komt hij. En dan gaat hij dus dit allemaal de voegen van doen. Dan dinsdag wil hij volgens mij het toilet en zeg maar die dingen echt ophangen en zo. En afkitten. En hij wou dan eigenlijk woensdag de douchewand doen. Maar hij zei, ik wacht daar liever mee totdat jullie terug zijn van Disney. Aangezien, ja, we kunnen hem zeg maar eigenlijk hier plaatsen. Maar hij kan ook 20 centimeter hier komen. Is even kijken wat wij het mooiste vinden, wat wij het fijnste vinden. En wat ook het beste werkt met de doorgang. Dat is wel fijn. Dus dan heeft hij woensdag ook gewoon dat hij lekker niet hoeft te komen. En dan kunnen we donderdag samen kijken van waar willen we douchen. Want. En dan is het nog even hopen dus dat rond donderdag wel de badkraan komt. Want dan kan de douchekraan hier zo komen. Daar zijn die twee gaten voor. En dan kan ook echt de regendouche erbovenop. Daar heb ik zoveel zin in, een regendouche. Überhaupt gewoon een douche en een toilet. Kijk ik heel erg naar uit. Ja, dus dat. Het is nu zeg maar echt het, de dingen die echt het meeste werk kosten zijn nu eigenlijk wel gedaan. Dus dat is heel heel erg fijn. Het voelt nu echt wel alsof het einde in zicht is. We hebben dus wel echt met de badkamer ontzettende pech gehad. Dat het gewoon veel langer heeft geduurd dan verwacht. Dat we niet genoeg tegels uiteindelijk hadden. Sommige dingen echt heel lang duurden voordat ze binnenkomen. Zoals bijvoorbeeld de badkraan. Maar we komen er, weet je. Het heeft nu. We hadden eigenlijk gehoopt dat die in december, eind december af zou zijn. En wanneer ik dit film is het richting eind maart. Dus ja, dan. Hopelijk begrijpen jullie dan ook wel een beetje dat ik er een beetje klaar mee ben. Want dat is januari, februari, maart. Is 3 maanden langer dan dat we hadden verwacht. Wat in de planning stond. Dus ik ben wel heel dankbaar als dit af is. En dan is het gewoon een hele mooie badkamer hoor. En dan hebben we er heel veel plezier van. Dus ja, dat, hij heeft lekker hard gewerkt vandaag. Lekker veel gedaan. Dus dat is wel heel mooi. Nou, dan zitten we weer op het bed. Ik dacht, ik eindig het even hier. We verplaatsen de hele tijd door het huis met alle praatgedeeltes. Houdt het misschien een beetje interessant. In elk geval, ik zat erover na te denken om morgen ook nog te gaan vloggen. Maar ik hoop dat jullie het oké vinden dat ik dat niet doe. Misschien doen we wel dingen morgen. Maar ik zit meer een beetje met van, ik wil eigenlijk heel erg graag deze vlog editen, uploaden en even zondag rust nemen voordat we naar Disney gaan. Maandag, dinsdag, woensdag. Want veel mensen weten wel, Disney is geweldig. Maar het is niet een rustweekendje of zo. Je gaat de hele tijd lopen en het is hartstikke leuk. Maar ook heel vermoeiend. Dus ik wil graag deze video vandaag afronden. Ik ben in elk geval heel erg blij met de rolluiken dus. En met de vooruitgang die is geboekt met de badkamer, de keuken. Laten we het gewoon eventjes niet meer over hebben. Want ik ben helemaal klaar mee. Ik ga in elk geval een gat in de lucht springen als we daar echt officieel klaar mee zijn. En dat alles oké is en alles werkt. En alle onderdelen er zijn. Oh, trouwens, ik had net ook nog aan mijn stiefvader even gevraagd over die doucheband. Want wij hadden namelijk zelf gebeld. We hebben die doucheband op Marktplaats gezet. En we hebben ook echt betaald ervoor als dagtopper. Want die douchewand is echt 800 nog wat euro. Dus we hadden het bedrijf gebeld waar we hem van hebben gekocht. Van kunnen we hem alsjeblieft retourneren. Want het komt echt door hun. Het is echt een tekenfout die hun hebben gemaakt. Waarbij ik 3 keer heb gevraagd. Past dit wel? En hun heet het waren. Ja natuurlijk. Ik als leek accepteer dat dan als inderdaad dat gaat dan werken. En het blijkt dus niet te werken. En het is dus echt een wand van superveel geld. En we komen er gewoon niet vanaf op Marktplaats. Ja, wij probeerden hun te bellen en zeiden van ja, we willen hem graag retour doen en het geld terug, want het werkt niet. En toen ja, deden ze heel erg moeilijk en daarna zeiden ze ja, de monteur moet ons daarover bellen. En dat is dus mijn stiefvader. Dus hij gaat maandag daarvoor bellen. En ik hoop heel erg dat ze het gewoon terugnemen. Want ik ben er helemaal klaar mee, heel eerlijk. Want hij staat echt half voor de voordeur op dit moment. Want hij past gewoon ergens. Hij is super groot, super zwaar en super duur. En we kunnen er niks mee. Dus ik hoop heel erg dat dat wel opgelost ook kan worden. De volgende verhuisvlog wordt heel erg leuk. Want als we terug zijn van Disney, krijg ik ook mijn loon. Dus dan ga ik de teakhouten wandplanken kopen. Zodat we die samen kunnen gaan versieren. Daar heb ik heel erg veel zin in. In de woonkamer boven de eettafel, zeg maar. Verder zijn er wat dingen nodig voor de studio. Ik wil graag een kledingrek. Zulke soort dingen. Ik wil ook als we terugkomen de schoenenkast en zo gaan uitruimen. En daarna willen we denk ik beginnen onder waar je binnenkomt. Want daar
bij de schoenenkast dus, willen we ook een kapstoel gaan maken. Er komt ook een hele grote spiegel, een stellingkast. Dus dat gaan we ook helemaal bouwen en inrichten. Dus er komt wel weer heel veel leuke content ook gewoon aan, want we zijn nog lang niet klaar. Er zijn nog echt heel veel ruimtes waar veel moet gebeuren. Zo bijvoorbeeld ook in deze ruimte hangt nog geen lamp. Daar hangt hier wel, ja, daar hangt zo'n hoe noem je dat? Zo'n, wacht, ik laat het zien. Zo'n bouwlampje, wat mensen doen als ze bezig zijn in een huis. Zeg maar in bijna geen enkele ruimte, behalve de woonkamer, hangen echte lampen. Dus ja, er gaat in elk geval nog heel veel gebeuren. Maar dat zal dus komen na de Disney vlogs. Ik heb heel veel leuke dingen op de planning staan. Zowel om Instagram en TikTok content te filmen. Dus als je me daar nog niet volgt, doe dat ook zeker. Er zullen ook dus vlogs van Disney binnenkort na deze video ook aankomen. En shop met mijn video's. En waarschijnlijk mijn kennende weer een grote Disneyland shoplog. Ik geniet daar gewoon zo ontzettend van. En daarna ben ik dan weer terug met allemaal leuke verhuiscontent voor jullie, hoop ik. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. In elk geval, vond je deze video leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!